Ik ben radiopresentatrice en ik heb al wel vaker voor een publiek gesproken, maar ik moet eerlijk zijn, een hele zaal gevuld met tieners, daar krijg ik slappe knieën en buikpijn van. Jullie zijn geen gemakkelijk publiek. Dat weet ik gewoon. Dus, er is geen betere dag dan vandaag om deze foto erbij te halen. Dit ben ik, toen ik jullie leeftijd had. En waarom toon ik deze foto? Om jullie te laten zien dat het van hier af aan alleen maar beter kan worden. Qua uiterlijk, maar goed, dat zeg ik dan zelf. Ik vind dat ik er nu beter uitzie dan die jongen die ik toen was. Maar ook op gebied van praten. En nu hoor ik jullie zeggen, praten, bedankt, dat kan ik al. Dat is ook zo, dat kunnen jullie al sinds jullie 2, 3, 4 jaar zijn. De meeste mensen leren dan praten. Maar ik heb het over mooi praten en goed praten en de juiste lichaamstaal gebruiken en enthousiast praten. En dat is misschien nog iets waar je nog niet zo vaak over hebt nagedacht. En daarom sta ik hier vandaag. Ik ga jullie een vraag stellen. Wie van jullie heeft er een celebrity crush, om het zo te zeggen? Een acteur, een BV, het mag ook in het buitenland zijn, een zanger waar je echt slappe knieën van krijgt en zo'n beetje kriebels in je buik. Roep maar, wie is jouw celebrity crush? Kom aan. Harry Styles. Harry Styles, One Direction? Goeie keuze. Zijn er hier nog? Demi Lovato? Oké. Er zijn ook jongens. Jongens, roep eens iets. Kom aan. Jennifer Lawrence of zo, dat lijkt mij ook een goede suggestie. Oké, jullie hebben een goede smaak. Toen ik zo oud was als jullie, was mijn celebrity crush Hugh Grant. Dank u, dank u. Ik vond het ook een hele goede keuze als puber. Hugh Grant was gewoon de ideale schoonzoon. Hij speelde in romcoms, hij was het ideale vriendje. Daar wou je wel mee thuiskomen. Stel je nu voor, ik hoorde iemand Harry Styles zeggen, dat ik jou vertel dat jij met hem mag gaan praten. 12 minuten in 1 ruimte. Je mag hem vragen stellen, hem of haar. En je mag een babbeltje doen. Ik kan mij voorstellen dat je daar vrij zenuwachtig van zou worden. Want hoe praat je tegen zo iemand? Wel, een 10-tal jaar geleden kreeg ik de kans, toevallig, om Hugh Grant te gaan interviewen. Voor het filmmagazine van TV Brussel, waar ik toen werkte. Ik was doodzenuwachtig. Maar echt waar. Ik moest bijna overgeven van het idee alleen al. En ik dacht, ik ga naar mijn bomma bellen. Mijn bomma, die kent Hugh Grant niet. Die weet niet wie Hugh Grant is. Die zit vol goede raad. Die gaat mij helpen. Dus ik belde naar mijn bomma. Ik zeg, bomma, ik mag Hugh Grant gaan interviewen. Wat moet ik doen? Ik ben zo zenuwachtig. En dan legde ik even uit wie Hugh Grant was. En de goede raad die zij mij gaf was, liefje, die meneer doet ook gewoon kaka. En dat is ook zo. Dat is het beste advies dat je kan meenemen als je met iemand moet gaan praten met wie je niet durft te praten. Wij zijn allemaal mensen en wij gaan allemaal naar het toilet. Ook die mensen die jij moet interviewen. Ook Hugh Grant. Ik vond het een super advies trouwens. Ik heb het meegenomen en ik ben naar dat poepchique hotel gegaan waar Hugh Grant geïnterviewd mocht worden. We zaten daar samen in een kamertje te wachten met een aantal andere journalisten. Een beetje zoals jullie hier zitten. Gewoon allemaal naast elkaar, wachtkamergevoel. Ik zag journalisten die al wel grote sterren geïnterviewd hebben, dus die heel rustig waren. Ik zag er anderen die ook zenuwachtig waren. En ik werd eigenlijk alsmaar zenuwachtiger. Klamme handen, bibberende knieën, weet je, de daver op mijn lijf. En op een gegeven moment werd ik geroepen. En ik dacht, oké, ik mag dus nu de kamer binnengaan waar Hugh Grant zit en dan mag ik hem vragen stellen. Maar dat was niet zo. Ik werd dan zo naar een hele grote gang gebracht waar 1 miserig klein zeteltje stond waar ik nog even mocht wachten. Een hele lange lege hotelgang met 1 zeteltje waar ik op mocht gaan zitten. Het was dan ook een beetje te laag en ik had zo'n rokje aan en dan zit je daar te frommelen aan je rokje en dan zit je op die zetel. En de deur gaat open van die hotelkamer en ik denk, oké, dan komt de assistente mij nu halen. Uit die hotelkamer komt Hugh Grant himself. Op nonchalante wijze, met zijn handen in zijn broekzak, voorbij dat zeteltje gewandeld en die zegt, hi there. En ik zeg, bleh. Want dat is het enige wat er op dat moment uit mijn mond komt. En het is een van de weinige momenten
waarop ik met mijn mond vol tanden zat en niet meer kon praten. En het is ook een van de weinige momenten waarop goed kunnen praten mij niet heeft gered. Ik was gewoon te zenuwachtig, ook al wist ik dat Hugh Grant ook gewoon naar het toilet gaat. Ik ben er zeker van dat jullie op school ook leren praten. Spreekbeurten. Steek je hand op als je al ooit een spreekbeurt hebt moeten doen. Ik ga niemand vragen om zijn spreekbeurt hier opnieuw te komen doen, geen nood. Oké, allemaal, ik ook. Laat je handen in de lucht. En laat je hand in de lucht als je daar zenuwachtig voor was. Voor die spreekbeurt, als je dat toch spannend vond. Dat zijn er heel veel. Roep eens waarom je zenuwachtig was. Wat dacht je? Wat was het probleem? Dat de klas je ging uitlachen. Een hele goeie. Wat gaan de anderen van mij denken? Nog iets? Al die mensen kijken zo. Ja, daar word je zenuwachtig van. Nog andere dingen? Nog eens? Uitspraak. En ga ik wel luid genoeg praten? En gaan ze mij achteraan in de klas wel horen? En ik vind dat ze op school, als je een spreekbeurt moet doen, het heel vaak hebben over wat moet je dan vertellen in die spreekbeurt. Maar ze praten niet zo heel vaak over wat je voelt als je zo'n spreekbeurt moet doen. Dat je keel een beetje droog wordt, dat je een beetje buikpijn krijgt, dat je er gewoon eigenlijk heel ongemakkelijk bij staat. Want hoe moet je in godsnaam vooraan in de klas gaan staan en zorgen dat ze jou achteraan in de klas ook nog horen? Daar gaat het niet zo heel vaak over bij spreekbeurten. En het is ook normaal om rotzenuwachtig te zijn als je voor een publiek moet gaan staan praten. Ik heb aan de universiteit een aantal mondelinge examens moeten doen. Misschien hebben jullie ook al mondelinge examens in het middelbaar, dat kan. Maar daar word je helemaal zenuwachtig van. Want dan moet je gaan praten over een onderwerp waar je eigenlijk zelf niet zoveel zin hebt om over te praten. Want ja, je moet gewoon je leerstof kennen. En je moet praten tegen een professor waar je niet tegen wil praten, want je kent die mens niet. En die moet je dan ook nog eens punten geven. En daar zou je het dan liefst ook eigenlijk wel heel goed doen. Ik heb ooit een examen orthopedagogie gedaan. Ik studeerde psychologie en ik moest gaan praten over hoe ik jongeren met problemen zou helpen. En ik moest natuurlijk mijn leerstof gebruiken. En ik was zenuwachtig, want ik wou echt graag goede punten. En ik heb toen tegen mezelf gezegd, ik ga het gewoon goed proberen uit te leggen. Ik ga zorgen dat ik goed praat, dat ik duidelijk praat, dat ik ook beleefd ben in de zin van, zeg goeiedag als je binnenkomt. Praat, gebruik je stem. Niet zo binnenkomen bij een prof. Maar gewoon goeiemorgen, dat is toch het minste wat je kan zeggen. En dat kan je. En ik ben toen binnengegaan. Ik heb een vraag gekregen waar ik misschien de helft echt van wist, van wat er in de cursus stond. Maar ik heb het vooral heel mooi ingepakt. En ik heb het goed uitgelegd. En ik heb een 19 op 20 gekregen. En daar viel ik zelf van omver. En die prof zei tegen mij, je was de eerste die binnenkwam en die het echt heeft uitgelegd. Die er echt een verhaal van heeft gemaakt. En ik ben ervan overtuigd, als je dat doet op een mondeling examen, dat je al een vijftal puntjes extra hebt. Dus dat je alleen nog maar kan stijgen. Ik heb ook gezongen in een popgroep. Ik heb meegedaan aan Popstars. Dat was een soort idool avant la lettre. En ik werd gekozen voor die popgroep niet omdat ik de beste zangeres was die ertussen zat. Want zo goed kon ik helemaal niet zingen. Maar ik kon het wel goed uitleggen. En ik kon goed praten. En dat hadden ze al wel ontdekt. En ze wisten ook, de makers van die popgroep, van kijk, zo'n popgroep moet naar de radio gaan, naar de televisie gaan. En daar moeten antwoorden gegeven worden op vragen die er gesteld worden. En daarvoor werd ik gekozen, omdat ik het goed kon uitleggen. En nu wil ik jullie vandaag graag 3 tips geven. 3 tips, een beetje zoals Piet Huizentruid, wat hebben we geleerd vandaag. En de eerste tip die ik graag wil geven is steel. Kijk naar vloggers, naar YouTubers, naar mensen die een verhaal vertellen die jij goed vindt en steel daarvan. We hebben ooit een leerkracht gehad in het middelbaar, Engels, en die gaf ons een opdracht. En die zei, luister naar BBC Radio, het was onze leerkracht Engels, en spreek dat volledige stuk dat je opneemt na. Exact. Met exact dezelfde woorden, dezelfde intonatie. En ik was toen zo oud als jullie en ik dacht, oké, ja, zullen we maar doen. Oké, dan krijgen we misschien goede punten. Maar achteraf besef ik wel dat je zo leert om woorden te proeven, om
te leren hoe je intonaties kan doen, hoe je het einde van een zin mooi kan neerleggen. Gewoonweg praten leer je door te imiteren. Ik weet niet of jullie Linde Merkpoel kennen. Dat is een presentatrice voor Studio Brussel die onlangs heeft aangekondigd dat ze niet meer gaat presenteren op de radio, maar dat ze vooral gaat vloggen, dat ze video's gaat maken voor op YouTube. En ze heeft er eentje gemaakt, haar eerste, officiële. En je moet eens kijken naar zo'n video en je moet daarvan stelen. Hoe praat ze? Hoe praat ze enthousiast? Wat vertelt ze op een bepaalde manier? Een heel gewoon verhaal, maar zij vertelt het op een bepaalde manier die jij misschien ook kan gebruiken. Dus steel daar gerust van. Dit is Linde trouwens. Je moet ze nu niet opzoeken op je smartphone. Er komen vandaag nog heel veel enthousiaste sprekers, dus daar mag je eerst naar kijken. Dus steel is mijn eerste tip. De tweede tip is zwijg. Simpel, maar eigenlijk ook niet. Als je het niet meer weet, zwijg dan even. Laat gewoon een stilte vallen. Denk na. En dat is minder erg dan voor een publiek staan en te beginnen aan een zin waarvan jij niet weet waar je ze gaat afmaken of hoe je ze gaat afmaken. En het is ook minder erg dan... Ik weet het niet meer. Zeg gewoon niks. Spreken is zilver, zwijgen is goud. En mijn derde en laatste tip is... oefen. Stiekem. Want jullie praten veel. En je hoeft heus niet te wachten op een spreekbeurt om te oefenen hoe je kan praten. Jullie praten elke dag op de speelplaats en ook heel veel via WhatsApp. Dat doe ik zelf ook. En ik moet eerlijk toegeven, het is heel verslavend om zo snel een berichtje te tikken en snel iets te vertellen. Maar probeer ook eens om gewoon naar een vriendin te sturen. Ik vertel het wel als ik je zie. En denk eens na over dat verhaal. Stel je voor dat je gisteren eindelijk gekust bent door die jongen waar je al zo lang verliefd op bent en je wilt dat eigenlijk heel graag vertellen aan je vriendinnen. Bewaar dat verhaal nog even en denk er eens over na. Misschien kan je het ook op een andere manier aan je ouders vertellen dan aan je vrienden en je vriendinnen. En kijk eens wat dat doet met een verhaal als je het verandert. Misschien kan je de clue van het verhaal helemaal in het begin zetten en wordt het dan grappiger? Of hoe reageren mensen dan op jou? Je kan echt spelen met een verhaal. Als ik iets te vertellen heb, bijvoorbeeld mijn verhaal van Hugh Grant daarnet, ik heb dat al vaak aan mensen verteld en ik probeer daar altijd andere dingen mee. En dan kan je zien hoe mensen daarop reageren. Dus je hebt genoeg gelegenheid om te oefenen. Thuis, met je vrienden, op de speelplaats. Je kan praten, je kan je eigen taal gebruiken. Dus doe dat dan ook zoveel mogelijk. En proef eens een paar woorden of kijk eens wat een bepaalde intonatie doet met jouw verhaal. En om terug te komen op wie jullie nu zijn en wie ik toen was. Het is nu het moment om allerlei dingen te leren. Wiskunde, fysica, chemie. Je gaat naar school om dingen te leren. Maar dit is ook jullie moment om te leren hoe jouw stem klinkt, hoe jij praat en wat jij wil vertellen en op welke manier jij dat wil vertellen. En dan hoop ik dat we elkaar nog eens ergens tegenkomen en dat ik jou op een enthousiaste manier zie praten of een verhaal zie vertellen aan vrienden waar ik helemaal warm van word of misschien wel een TEDx-talk ooit eens ergens. Het kan. Dank je wel.